Geef even een beetje niet als je. Heel wit. Ja, dat is wit. Smes jij. Ja. Ja. Zo. Hoe voel je? Oh, ontzettend. Blij. Gewoon. Gelukkig. Ja. Ik vond het zo belangrijk. Dat ik iets kon toevoegen en dat we een halt toe kunnen roepen aan dit soort levensverwoestende berichten. Want dat is het wel. Weet je, zij kunnen het afdoen als amusement en ach, ja, we zeggen maar wat. Maar ondertussen komen ze met gigantische aantijgingen en het mond van allerlei bronnen. Nou ja, werkelijk. Toen ik dat allemaal hoorde, toen werd ik eigenlijk ook wel rustig. Omdat ik dacht, ja jongens, dit is zo de ver van mijn bed show. Dat ik er echt bijna kon lachen, want ik denk dat het niet zo slim om mij in de weg staan te doen. Maar ik dacht echt, ja, ik moet het nemen, dacht ik. Ja, kook in je onderbroek. Kook in mijn onderbroek op het vliegveld in Ibiza. Verslaafd zijn met Ierland. We zijn aangehouden, maar we hebben het strafrechtelijke ding afgekocht. Ik ben hier alleen. Zo bizar, zulke bizarre verhalen die daar maar gewoon. En ze hadden dat achter gesloten deuren wilden doen. John de Mol wil niet meer met ons naar Ibiza. De beste man is volgens mij één keer op Ibiza geweest voor een huwelijk. Vanwege dit. Ik zou met Mari van de Ven, arme Mari, gesnoven hebben. Ga zo maar door. En ik denk dat het gewoon belangrijk is. Het is het erge, weet je, dat is met social media de dag van vandaag. Mensen zullen altijd zeggen waarom is vuur. Mensen geloven in negativiteit of houden ze op een of andere manier vast aan negativiteit. En dat is waarom ik zo dolgraag met mijn blad ook positieve wil bereiken. En ik wil gewoon niet dat aan mij kleeft. Ik ben potverdikkeme hartstikke gezond. Ik heb me jarenlang gek geknokt voor mijn carrière. Heel gedisciplineerd. Vraag al mijn collega's. Iedereen zal zeggen, als er iemand gedisciplineerd is, is het er niet van mij. Weet je wel, die komt altijd frisser vooruit op de set. En niks van dat alles. En dat vond ik zo belangrijk om dat duidelijk te maken. Omdat het, als je die oppast, aan je gaat kleven. Want er wordt toch kookketen, noem maar op. En daarnaast is het allemaal pragmatisch, wat ik ontzettend belangrijk vind hoor. Want ik bedoel, je kan wel ook gewoon belangrijke partners verliezen, je geloofwaardigheid, mijn baan, nou, noem maar op. Kijk naar Ferry Doedens, weet je wel. Het is al erg genoeg mensen die aan het rotspul verslaafd zijn. En dan, heb je eraan gedacht, op het moment dat deze rare dingen naar buiten komen, wordt het een Ferry Doedens 2? Ja, ik moest het mijn zoon op deze manier uitleggen. Want hoe ga ik het hem dit uitleggen? Dus ik zei, ja lieverd, ik moet het toch even tegen je zeggen. Want we gaan zoveel verhalen. Weet je nog wat wij het hebben gehad over Ferry Doedens? Nou, dat zeggen ze ook wel van mama. Mama had zelf net doorgemaakt dat ik in een kliniek heb gezeten en dat ik ook verslaafd zou zijn geweest. En wat de piep, maar om het, ik dacht ja, hij is 12, ik moet het hem wel zeggen, want op het schoolplein wordt hij er toch mee geconfronteerd, want dat is wat het is. En niemand leest hele kleine lettertjes met dat het misschien een rol zou kunnen zijn of wel of niet waar. Weet je, daar zijn die kinderen niet mee bezig. Maar dat ventje, dat zit wel gewoon in de brugklas. En ja, dat was voor mij, en ook de meiden, onze meiden, Charlotte en Helene, zijn 16 en 19. Die waren echt, echt van slag door alles wat er geschreven werd. Ook over die trouwfoto. Het was de puurste vorm van geluk. En dan zegt Paul gewoon, daar staat ze alsnog doorgesnoven op volgens ons. Nou ja, dat is jongen, dat raakt je in je ziel. Dat mag echt niet. Dus godzijdank zijn wij in het gelijk gesteld en hoop ik echt dat dit gewoon ophoudt en dat het op geen enkele manier aan mij zal lopen. De quote zei vanochtend, we hebben bewijzen. Ja, als deze rechtszaak het had gevoerd, hadden we dat natuurlijk niet aangevraagd, maar nu moeten we het naar buiten gaan brengen. Wat dacht je toen je dat hoorde? Nee, dat vond ik eigenlijk heel fijn, omdat ik dacht van, kom maar naar boven, weet je, alle verhalen uit de put. Wat is dit? Waar komt dit vandaan? Wat is het voor hetze?
Ja, ik kan ook niet nalaten om te denken, komt het dan nu omdat ik in de bladenwereld zit? Omdat ik ook een blad op de markt breng, wat het echt heel goed doet? Moet ik daar dan aan denken? Is dit een hele rare vorm van jaloezie? Of dat ze mij willen besmetten? Dat ik niet zo clean ben en zo gezond en zo gelukkig? Is dat waar dit vandaan komt? Ja, ik heb werkelijk geen idee. Ze noemden jou de meest machtige man en vrouw van Nederland eigenlijk. Ja. Hoe is dat? Dus ze waren bang. Niemand kon iets zeggen, durfde iets te zeggen, want jullie zijn zo machtig. Nou, dan is dit niet een hele goede stap, lijkt me. Dus dat geloven ze ook niet, anders zouden ze dit toch nooit doen. En het slaat natuurlijk nergens op. Ik bedoel, we hebben altijd nog mensen boven ons die van alles beslissen. En ik ben helemaal niet machtig. Maar voor mij staat eerlijkheid voorop. En dat heb ik mijn hele leven gepretendeerd, of gepredicteerd, hoe zeg je het? Volgestaan. Ja. Ja, vanuit. Helemaal droge mond van de spanning. Ja, sorry hoor. Stop. Mij voorop en dat heeft het altijd gedaan. En ja, daar sta ik voor en ik ben echt ongelooflijk blij dat ik niet gelijk ben gesteld. Want zo is het ook. Ik heb gelijk. Wat hoop je dat er nu nog uitkomt? De rechter gaat nog beslissen? Moet je eerlijk zeggen, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dit is mij genoeg, weet je. Dit is mij genoeg. Ik wil gewoon dat dit, waanzin de wereld uitgaat en dat het niet aan mij blijft kleven. Niet aan mij, niet aan mijn kinderen en dat ik op een gewone, normale, gezonde, leuke, frisse manier. Ik denk gewoon, soms denk ik wel eens, ja, ik ben altijd zo fit en vitaal en energiek en dat is misschien gewoon bijzonder of zo. Dat kan namelijk ook zonder drugsgebruik. En ik denk dat bijzonder is. Ik zag je af en toe kijken naar de dame van Quote. Volgens mij was je best boos vanochtend. Hoe voelde je je? Ik kan me gewoon echt niet voorstellen. Ik heb opgezocht op internet of zijn moeder was. Want ik dacht, ik kan me niet voorstellen dat zijn moeder is. En zij kwam in en ze is gewoon zwanger. Ja, dus dan kan ik alleen maar echt met verbazing naar iemand kijken. En ik denk, hoe kan het nou? Dat je dit soort dingen, dat je niet nadenkt over de gevolgen van wat je schrijft. Dan zit je toch echt anders in elkaar dan ik. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goed gezegd. Ja, heel goed gedaan.